De jongeren van het resortcentrum van de Nationale Democratische Partij, de NDP, hebben gisteren enkele stomvoetes, oftewel prominente leden, gehuldigd. Volgens Benjamin Hoever, voorzitter van het resortcentrum, zijn de stomvoetes gehuldigd omdat ze altijd het eigen belang ondergeschikt hebben gemaakt aan het nationaal belang. Onze stomvoetes zijn leden die tijd hebben opgeofferd om de partij letterlijk te dragen naar de plek waar het nu is. De stomvoetes zijn leden die letterlijk alles gedaan hebben die ze kunnen om te zien dat het resortcentrum vooruit ging. Daarom zijn wij jongeren vandaag hier om zeg maar dank te uiten aan u als stomvoetes. Wij jongeren zijn ready om het samen met u te doen. Ik wil meedelen, het is eigenhandig stuk voor stuk getekend door de president himself. Alsjeblieft. Duncan Roel, alsjeblieft. Bernard Pinese, alsjeblieft. U zag de gehuldigden en u hoorde Benjamin Hoever, jongerenvoorzitter van het resortcentrum van de NDP. Een aantal harde werkers van het resort is gisteren gehuldigd in de congreshal.